Je bent lekker bezig. Ja? Ja, patatje en een hamburger, want ik had toch geen zin om nog te bakken of wat dan ook. Dus mijn hamburger is ook al aardig klaar. Goedemiddag, het is alweer 13:35 en we leven op maandag 13 juli. Wat is het te zeuren? Ja, het zal. Eeuwing weer. Maar ja, ik ga zo even weer een loopje doen met Rijka en ik blijf vanmiddag thuis. Ik had het wel eerst weggewild, maar ik ben niet helemaal in orde. Ik zit niet lekker in mijn vel. Waarom, hoe, wat, ik weet het niet. Maar in ieder geval. En daarbij heb ik pijn in mijn rug. En gisteren zijn we al weg geweest. En het is niet alle dagen feest. Nee, ik ga zo meteen aan het werk. Ik moet weer ook filmpjes in mappen zetten. En ik moet er weer renderen. Ik moet de camera leeghalen op vandaag na. Dus ja, ik heb een hoop te doen. En we moeten ook nog wel blijven drinken en eten, dus ja. Ik wil ook voor vanavond eigenlijk toch wel even weer vleesje bakken, et cetera. Ik heb het hele weekend het lekker kalm aangedaan wat dat dan gaat. Ja, we hadden zaterdag hadden we dat patat met een hamburger uit de oven, dus ja. Dat was ook wel lekker, maar ik wil toch wel eventjes weer fatsoenlijk een stukje vlees hebben. En ik heb nog kipfilet leg in de koelkast. Dat wil ik even lekker kruiden straks als ik terug ben. Dan kan ik het lekker intrekken. En dan kan ik het later even bakken. Ja! En dan een potje groente erbij, heb ik ook zin in. En misschien een zoete aardappel koken. Ja! Ja, nou kom. Auw. Auw. Laat mijn broek los. Laat mijn jurk los. Hé. Hey. Ja. Alles loslaten. Zo. Alles loslaten. Ik heb je wel vast. Laat je niet vallen. Echt niet. Echt niet. Nee. Hopie dopie. Zo. Ja, nou ja, ik had toch ook een tijdje terug over dat meerkoetje in het water met het nestje. Nou, dat nestje, Joost mag het weten, het is onze raadsel en dan bedoel ik ons, nee, ook de mensen die er wonen die dat nestje in het vizier hadden en gewoon aan het fotograferen waren, die kunnen het ook nergens meer vinden. Dus ja, we hebben pech en er valt niks meer te filmen en te fotograferen. Het enige, ja, die bouwput, nou ja, dat begint al klaar een beetje schot in te komen. De stijgers zijn allemaal weg. Maar toch, hoe ze dat willen hebben, ik weet het niet helemaal. En de bovenste nok, dat zijn gewoon nog planken. Wat als hekje functioneert, nog niet eens netjes afgewerkt, wat wel behoort. En aan de andere kant, dat is een soort met galerijtje. Nou, dat zijn allemaal schotten, lelijke schotten, wat ook daar niet behoort. Dat is gewoon werkschotten, dat men er zelf niet afvalt, die werklui. Maar ja, we wachten maar af wat het gaat worden. Misschien is dat materiaal wel nog niet geleverd, dat ze daarop wachten. Ik weet het allemaal niet. Maar ja, oké, we wachten het gewoon af en als het klaar is, nou ja, dan is het des te leuker om dat even weer te filmen. Ja toch? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van het prachtige mooie weer. Het is hier wel winderig, maar oh, dat kan de pret niet drukken. Ik doe dat jasje zo meteen aan. En even een lange jas eroverheen, maar die hoeft niet dicht. Nee, hoeft niet dicht. Ik doe een goede jas aan. En die hoeft niet dicht. Zo is dat. Nou, kijk nou. Holy.
Ja, ze kan lief zijn. Nou, oké, lieve vriend, ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Kikkeboe. Je bent lekker bezig. Ja? Had jij ook nog wat te vertellen? Oh, oké. Je bent lekker bezig. Lekker genieten, meisje. Heerlijk ding. Geweldig, niet, lieve vrienden. Maar ja, ik heb mijn placement al leg. Ik heb al een wijntje staan. Ik heb dit keer geen rood. Nee. Ik ga nog even koffie maken. Want mijn eten ligt in de magnetron. Ja hoor, in de oven. Ja. Patatje en een hamburger. Want ik had toch geen zin om nog te bakken of wat dan ook. Dus mijn hamburger is ook al aardig klaar. Dus mijn patatje ook zo wat. Dus dat komt allemaal goed. Ja, ik zou zeggen, mijn bordje staat ook klaar. Dat, ja, lieve vriend, ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Ik wil eigenlijk, wanneer, ja, het begint een beetje te betrekken. Het wordt een beetje bewolkt. Dus zolang het mooi weer blijft, ook in de avonduren, en geen bewolking is, wil ik een keer naar de dijk toe om de zon in de zee te zien zakken. Ja, en dat gaan we dan mooi filmen, maar daar wil ik ook een gedicht bij doen. En dan moet ik eerst nog verzinnen. Ja, maar dat komt goed hoor. Ja, daar ben ik toch goed in. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. En ik zou zeggen, voor later welterusten met mooie dromen en gezond weer uit je bed komen. En tot morgen. En morgen gaan we de Juttersmarkt op. Ja, ja. Nou ja, Juttersmarkt. 50 tot 60 kraampjes konden er maar komen, mocht er maar staan. Nou, en normaal is het vele malen drukker. En dan is bijna door alle winkelstraten staat er wel wat. En dan hebben we ook nog het veld met de rommelmarkt. Nou, dat mag allemaal nou niet doorgaan. Maar we zien wel hoe, wat en waar. Ja, toch? Ik weet sowieso in de grote straat. Waar ook de paddenstoel staat, wat vroeger een restaurant was. Maar ja, we zullen het beleven. Ik zou zeggen, we zien dat morgen wel. Ja toch? Tot dan. Doei!